Iedereen hier in Mendy's Rotsa kijkt uit naar de wedstrijd van vandaag. Welkom allemaal. Mijn naam is Siert de Vos. En samen met mijn collega-commentator Jeroen Guter geven we vandaag tekst en uitleg bij deze, naar wij hopen, spannende wedstrijd. Jeroen, ik voel het. Ik voel het. Dit wordt weer zo'n wedstrijd. Ja, het is vrij eenvoudig. Dit is een vliegende start. Fantastisch. Drie sterke wedstrijden. Een paar mooie successen. En als ze dit doorzetten, nou zie je het. Wie weet staan ze dan straks aan het einde van het seizoen wel met de schaal in hun handen. Komt er een doelpunt aan? Die paas had hij eerder verwacht. Zijn ze serieus gewoon buitenspel? Er wordt een vrije trap gegeven. Kaart, hè? De scheidsrechter is hem genadig en laat het bij een waarschuwing. Oppassen hoor, want dit soort acties, dat is vragen om een kaart. En met de bal aan de voet de uitbraak. Doelpunt! Zo is het bezig. Vroeg in het duel komen ze al op een 1-0 voorsprong. Alles gaat goed hè, bij deze goal en zo makkelijk is het allemaal niet. Moet je zien, wat een wapen dat toch is. Deze steekpaas. Iedereen op het verkeerde been. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Sorry man, Noor voor jou, je moet hem raken. Die is paars, Noor toch? En ze werken de bal uit de gevarenzone. Nee, ik niet. Een afstandsschot, maar niet echt kansrijk van zover weg. Jezus, in zo'n move kan ik maken man. Ze volgt zijn weg naar het doel. Doelman ertussen, spel gaat verder. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Balbezit verloren. Bal wordt ingeleverd. Oh joh. Dat hij dat kan, die computer hé. Hij pakt de bal af met een knappe actie. In de lucht. Te vroeg. Sorry. De doelman reageert zoals hij moet doen. Hij pakt de bal. Achter de linie is gestoken. Te vroeg vertrokken. Hij staat buiten spel. Mooi buiten spel gezet. Hij probeert naar binnen te komen. Oh, echt? Jesus. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Ja. Tegenpartij aan de bal. En hij komt eruit, met de bal. Moet nu een vervolger aan geven. Oh, redding van de keeper. Die bal bleef wel heel erg lang in de lucht, dit zag je niet? Dit levert ze een hoekschop. Al naar het midden. Ja. Via een verdediger gaat die bal het doel in. Easy, kom hier. Kijk, mooie paas, hoor. Noor en Ken luisteren met eens, man. En dan gaan natuurlijk zeggen, hoe bedoel je nog een keer, luister, that's how the white people sound. Kan nu maar aanleggen voor een mooie voorzet. Oh, dit zeggen ze all lives matters. Wat koude all lives matters. De bal herover op Midden. Hey, ja. Sorry. Is zo'n buitenman, Gerardo, kon die paas snijden. 16 meter gebied. Geen risico genomen hier. Hij kiest de juiste positie en onderschept de bal heel knap. Nee. Geven. Bal bezit weer kwijt. Oeh. Asje. En een stift op de doel. Oeh. Wonder van het lopje. Dat had toch een mooi doelpunt kunnen zijn. Die had gewoon moeten zitten, man. Het is goed, maar hij raakte hem net even te hard. Wat?
Hij let goed op en ondercept die paas. Nee, te laat, te laat. Ja, jammer. Bal weer kwijt. Ja, is te veel man voor je, man. Balbezit kwijt. Weet niet waarom die zo lang duurt. Kijk maar aan. Ja, kom maar. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Oh nee, pop het. Netjes die bal weggewerkt. Nog steeds aan de bal. Hey, maar ik weet niet of jullie is opgevallen, maar hij heeft de neiging om met de keeper eruit te komen. Hè, ja, ik heb het een paar keer gezien al nu. Heeft hij kaart gehad? Nee, toch? Nee. Maakt een mooie onderschepping. Nee, wat doet hij? Wat doet hij? Dat heeft hij uitstekend gezien. Kan hij dat belopen? Dat is buitenspel. Nog steeds. Ik probeerde nog te wachten, man, maar hij was al. Kom. Gelijk gaan. Ja. Ik ben er. Komt hij? De keeper heeft hem. Man. Fucking. Nooit. Was dat geen corner, boys? Ik weet niet, man. Hij komt weer tegen je aan. 3 verder richting doel. Tegenstander neemt over. Ze kunnen snel uitbreken nu. Ai. Zag er goed uit hoor, die counter. Maar ze verliezen de bal. Jo, klaar. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Oh, was het geen penalty? De keeper gestaan, maar... Punch die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, zie je, dat het knap is hoe de keeper de bal pakt. Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. Hij schiet op doel. Ja, toch, Lina. Oh, ja. Geeft ze een corner. Fuck. Hoekschop komt voor. Jammer. Maar hier worden ze niets wijzer van. Dit begint op een aanval te lijken. Voorzet naar de spelers in het centrum. De doelman heeft hem in zijn hand. Hey, die keeper van ons is eng bezig laatste tijd, man. Geen tegendoelpunt en shit. Daar fluit de scheidsrechter voor rust. Hoe laat ze? Er staat 2-0. Zo, shit. De trouwe supporters zullen... Ja, laatste match. Nee, je gaat niet werken morgen. Het ligt aan de dag zelf hoe ik me voel, man. Hoe ik opsta. Ah, dus morgenochtend zie ik je op Call of Duty Warzone. Maybe. Ik ga het zo installeren als ik ga pitten, installeer ik hem. Even kijken wat de collega van me morgen doet. Ja, man. Wanneer gaan we die divisie pakken? Morgen? Ja, morgen. Sowieso, man. Morgenochtend, man. Oh, jij gaat ochtend. Jij ook, toch? Weet dat? Ik weet niet, man, bro. Ik weet echt niet, man. Morgenmiddag, avond, vanmiddag. Laat maar weten. Aftrap tweede helft. Alright. Daar gaan we. Oh, jammer. Net niet. Goed gedaan. Mooie onderschepping. En ze komen weer aan de bal. Waarom krijg ik die bal niet, joh? Ik snap het niet. Ruimte voor de counter. Oh, hij heeft me gezien. Oh, Kev heeft hem. Een ware strijd op de bal. Slordig. Op de balbezit. Doelkans. Oh, deel weer. Mogen een hoekschop nemen. Corner voor het doel gebracht. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Hé. Hey. Hij let goed op en onderschept die paas. Riek. Ja. Hij probeert hem te plaatsen. Maar dat doet helemaal mis. Ja, ik moet dat echt niet proberen, man. Waarom? Hij belandt niet eens in de buurt van het doel. Balbezit verloren. Wat?
Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Als hij uithaalt, zit hij. Die bal gaat naast, maar wel goed geschoten, zeg. Ja, je ziet het, hè. Hij wil de bal gericht plaatsen. Maar dan mikt hij net niet nauwkeurig genoeg. Hij is te gretig. Buitenspel weer, man. Slecht voor mijn cijfers dit, man. Listige steekbal. Dit niet. Hij speelt zijn tegenstander voorbij. Ah, dit is van een schoonheid met een stiftje. Oké, dankjewel. Wat doet Conor? Hij raakt hem. Hij raakt hem gewoon. Zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Smellen. De verdediging had daar totaal niet op gerekend. En daarna... Is het mijn aroma? Stijlvol met een stift gepasseerd. Heel fraai gedaan. You basking in the victory? Hey. Ze spelen maar met twee man. Ze waren net met z'n vieren. En ze zijn weg. Wat is dit, man? Well, well, well.